Sycamore planken. Werkt dit? Yeah. Hey, hallo allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van Morten en Sarania spelen Terra Firma Craft. Vandaag is aflevering 20 en vandaag gaan we er weer tegenaan. Yeah. 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 Hoa, hoa. Hebben we dit gezien? Parcours. Heb ik wat gezien. Die gaat zo met zijn billen in één keer omhoog springen. Zo. we hebben vandaag weer zoveel te doen. En ik zie net op een speakbriefje op mijn tweede scherm dichtgeklikt is per ongeluk. Ah, dus ik moet het uit mijn hoofd doen. Ten eerste, ik heb een cadeautje voor je. Heb je het al zien liggen? Ik zag het volgens mij. Ja, ik had het gezien. Check it out. Oké, laten we zien hoe dat staat. Ik zal even een modi show geven. Nice. Check die schouders. Damn. Ik had het zelf niet eens zien. Had ik even F5. Oeh. Dan ben je wel heel breed. Ja, dan ben ik al heel breed. En dat is wel cool. Je maakt dus een... je maakt die... die plates, die chest plates maak je met van double sheets. Volgens mij hebben we er nog eentje over. Oh nee, we hebben die double sheets nodig voor... we hebben helemaal niets over. Nee, ik heb ze allemaal gebruikt. Lekker smitten. Ja, lekker smitten. Hey, dit is uitgegaan. Hoeps. Mijn fout. In ieder geval. Nou, dat gaan we nu niet aan de slag. Maar ik heb dit even gemaakt, want ik was bezig met het smitten voor die blast furnace. Daar komen we voorlopig nog niet aan toe. Maar ik heb wel dus nice armor gemaakt. Dus ik ga misschien nog wat meer maken. Maar dat ga ik nu niet doen. Even kijken. Laten we... Het is ook wel grappig. Als je op dit armor kijkt, dan zie je dat die 528 crush resistance heeft. En ik denk dat dat zo'n raar getal is, want het is natuurlijk niet rond. Omdat jij wel een beetje smitting skill al hebt, maar dat kan nog hoger. Dus dat is wel leuk. Kan wel kloppen, ja. Misschien moet je dat even laten zien. Heb jij een... Heb jij een site toevallig? Hebben we die niet gewoon hangen? Oh ja, 28, dat is een raar getal. Nee, we hebben hem niet hangen. Misschien hebben we nog wel eentje hier. Een mod. Welke was het? Die. Nee, ik heb het al gevonden, maar ik kan die site niet vinden. Oh, hier is er eentje. Tjoh. Want ik heb namelijk geprobeerd om zo'n wilgenboom... pak je die armen weer op? Heb je hem gevonden? Ja, ik zat hem net te zoeken. Tjoh. Zo'n wilgenboom te groeien en het groeit hier. Heb je het gezien? Yes. Oh, man. Valt wel op. Valt wel op, ja. Wat een unit, zeg. Ik kan hem even neermaaien. En er zit best wel veel hout aan, of niet? Ja, klopt. Het gaat wel goed met die. Je krijgt een mooie groene... In de zilvermijn, die bestaat allemaal uit paaltjes van supports, moet ik zeggen, van willow. Want je hebt white elm, dat is ook een beetje groen, maar dat vind ik maar niks. Maar dit ziet er wel chill uit op zich. Nou oké, dat zal het wel zijn. Ik heb twee saplings gekregen. Ik ben net nog op avontuur geweest en toen heb ik nog wat spullen gevonden. Vooral wat heb ik nog wat zaadjes bijgehaald. Eigenlijk niet niks nieuws. Mm-hmm. Alles hadden we al wel extra rijst, dat is wel leuk. Wat extra oats. Dus kan ook wel fijn zijn met, vanwege dieren en dergelijke. Ja. Jute heb ik extra gevonden, maar op zich hebben we wel redelijk wat jute. Heb je al deze zaadjes gevonden? Ja, die heb ik allemaal gevonden. Wow, dat is best wel veel. En ook heb ik nog wat nieuwe oars gevonden natuurlijk. Ver van huis, want dan moeten we later maar weer eens updaten. Nice. Was een leuk avontuur, maar het was ook spannend, want ik moest steeds onder de bomen door. Er waren echt zoveel mobs. Dan merk je echt dat verschil tussen die spawn protection wel. Ja, grappig. Zeker. Even kijken, wat hebben we verder nog wat ik kan laten zien? We hebben... het is al tijd om dit te harvesten. Ik heb geprobeerd om sugarcane hier neer te zetten en dat lukt. En het groeit ook nog gewoon. En dat is echt heel relaxed. Om twee redenen. We kunnen het gebruiken om... Dankjewel. Om van die... noem je dat? Blueprints te maken. Dus dat gebruik je om... als je een gesizzelblok hebt, dan kun je dat... Eigenlijk het ontwerp daarvan kun je kopiëren. En dat zet je op zo'n blueprint. Maar dan heb je voor elk blok heb je een nieuw stuk papier nodig. Maar wat dat heb je ook voor elk blok een nieuw inkt nodig, of niet? Nee, één inkt geeft 16... scribbles heet het dan. Ah. Dus één inktzak is... oude spullen voor mij. Ja, want ik had ook nog 3 stacks... meegenomen van reeds. 3 stacks reeds, dat is nice. Want 50 reeds geeft... kun je een vat whisky meemaken? 50 reeds kun je volgens mij...
5 sugar mee maken. En met 4 sugar kun je al whisky maken. Oh, maar dat krijg je volgens mij 1 bucket whisky. Dus dat valt eigenlijk best wel mee. Maar we krijgen nu wel. Oh, ik had het moeten planten. Nou ja, we hebben in ieder geval goede reinforcing. Dus dat ben ik heel blij mee. En verder. Oh, dan moeten we deze kant op. Ik weet niet of je dat gezien hebt, maar ik heb wat bomen geplant. Ja, ik zag het staan, ja. Ik heb. Ja, ik weet dat jij het gezien hebt, maar ik moet het even laten zien aan iedereen. Hier heb ik dit veld heb ik leeg gemaakt. Trouwens, dit veld zou best wel goed zijn om nog gewoon überhaupt ooit een keer iets te bouwen. Als we nog een keer ergens veel ruimte Oh voor nodig ja. hebben. Maar dit zijn 64 van deze sycamore saplings. En dit zijn iets van 22 Douglas firs? Nee, hickory. Hickory is mooi bruine, echt donkerbruin hout. En ik hoop dat deze groeien en dat we ze dan op een heel makkelijke manier kunnen harvesten. Maar dat is een experiment dat ik wil gaan doen. Want ik heb het Oh, we hadden nog gezien. een ander experiment. Ja, dat heb ik opgeruimd. Het stond een beetje in de weg. Of ik vond het eigenlijk een beetje irritant. Maar ja, dat was het experiment van of je beter je spullen kan opslaan in een barrel of Barrel. in een zo'n large vessel. Maar er was niet echt verschil. Maar als je het in een ceramic vessel doet, dan kun je het. Dat is sowieso beter. En het leek alsof de. Alsof je als je een ceramic vessel weer in een barrel doet, in een houten barrel, alsof dat dan beter is. Maar dat was Dan gaat juist lastig. een ceramic vessel in een ook zo'n keramische grote pot moest Nee, stoppen. dat Oké. hielp me eigenlijk niet zoveel. Nou ja, goed. Even kijken. Verder. Ik wilde hierheen. Oh ja, de houtvorm. Oh ja, ik heb een beetje hout gehaald dus. Want ik moest net wat spullen opruimen. En ik ben hier verder gegaan met het opslaan van spullen. En ik ben erachter gekomen dat je dus. Ja, ik had hier wat spullen in zitten in deze barrel. Maar die heb ik opgeruimd. Want die zitten nu allemaal in ceramic vessels. Laat ik wat ui gaan eten. En hier gaat verder alles een beetje zijn gangetje. Oeh, large height. Die moet ik eventjes gaan lime wateren. Chill. Zal mijn nieuwe zaadjes even planten. Heb jij die spullen in? Nee, die spullen heb jij niet neergelegd, of wel? Welke Nee. spullen? Ik weet niet waar je bent. Nee, in die huidige kist zitten allemaal spullen. Maar Ik heb goed. daar twee huiden in gelegd. Oh That's it. ja, dan heb ik dat laten slingeren. Ach, mijn fout. En we hadden vorige keer natuurlijk de sapling van kersen. En kersen die bloeien nu al. Het is nog. Oké. Okay. Het is nog. Hoe heet het? Het is nog steeds lente, maar kersen bloeien al in de lente. Kersen bloeien volgens mij in april. Welke dag is het hier? Ja, 7 april. Dus dat is nice, want kersen die gaan ook eerder bloeien. Of die geven ook eerder vruchten dan. Appels en citroenen. Dus dan hebben we heel vroeg al fruit. Even kijken. Hier hebben we dan. Oh man, we hebben zoveel te doen. We hebben zoveel te doen. We hebben natuurlijk schapen. En schapen geven ons vet veel wol. En ik heb het een beetje opgespaard. Dit hoeft niet te zielen. Kijken, ik zal het laten zien. Kijk eens hoeveel wol we krijgen hiervan. En dit kun je. Oh nee, dit moeten we allemaal op die. Hallo? Ja. Op die. Oh, dit moeten we allemaal gaan weven met dit, met deze unit. Boom. Kunnen we daar niet iemand voor inhuren? Ja, dat zou chill Een zijn. blonde dame. Repelstiltjes of zo. Hoe heet die ook alweer die dan? Goldilocks? Nee, ik heb geen flauw idee. Ja, is dat niet Niet zo te. repelstiltje? Ja, misschien ook wel. En dan prikt hij aan een naald en. Oh, ik weet het niet meer. Niet meer op de hoogte van de sprookjes. Oh, die naald, dat is volgens mij. Of is dat weer iets anders? Dat is. Is dat doornroosje? Nee, dat is met een doorn. Toch? Of is dat door. Nee, tijd om Disney weer op te pakken. De oude Disney-films. Ja, precies. Die old school. ik zal eens even kijken. Ik zal kijken of we kunnen met de koe melken. Nee. Maar de koeien zijn nog steeds zwanger. En ze vinden ons nog steeds. Ze vinden ons steeds lieverder. Dat is chill. En wat ik ook heb gedaan. Oh ja, ik heb zoveel te doen. Want ik heb. Even kijken. Oh, man. Man. Ik loop helemaal naast mijn schoenen zoveel als ik te doen heb. Ik heb dit paard. Heb ik. Oh, balen. Ik heb dit paard. Heb ik een zadel opgekregen. Dit paard vertrouwt mij nu genoeg om op te rijden.
En de server vindt het niet heel erg leuk, dus daarom heb ik het nog niet zoveel gedaan. Maar om op een paard te rijden heb ik een touw nodig. En de kist waar dat in zit. Ah. Het is een van die kisten die in dat huisje staat. Of ja, huisje, die Ja. ruïne. Wacht even hoor. Momentje. Oh, hij doet het gewoon. Ik was bang dat mijn game. Oh, mijn game is gecrashed. Momentje. Zo terug. Alright, ik ben terug. ja, ik dacht al, oh, ik kan die kist niet zien. Ik moet er niet op klikken. Maar ja, probeer het toch maar gewoon. Oh, wacht, we hebben dit hekje zo meteen nodig. Ik weet alweer wat ik aan het doen was. En dat is als je dus een paard wilt temmen. En ik weet niet hoe dit in normale Minecraft is, maar. Want ik heb niet zo heel veel ervaring met paarden, moet ik eerlijk zeggen. Maar je moet een touw omdoen. En dan rechtklik je erop en dan ga je erop zitten. Kijk, en dan probeert ze je eraf te gooien. Dan moet je gewoon net zo lang blijven zitten totdat totdat ze hartjes laat zien. Want dit is een dame. Want het is een damespaard. Die zwanger is, overigens. Hey, Sonja. Ja, oh, je bent aan het. Oh, zo. Roar. Oh, gevaarlijk hoor. Maar Ja, ik heb een kom ijzeren maar. armor, dus je kunt mij niks doen. Ik kan bovenop je gaan Ik staan. ben onsterfelijk. Ja, mooi. kan ik al wat water vanaf mijn paard pakken? Ja, oeh, lekker. Nice man. Dit is wel chill. En je hebt dus een touw nodig om een paard te berijden. Dus laat ik ook gelijk eventjes een. Ja, en het loopt dus best wel rottig, vind ik. Het is niet echt super chill en alles is hier dus wel, is nog wel zo dichtbij dat je niet echt een paard nodig hebt. Maar het is misschien voor het verkennen later wel echt handig. Maar zoals je ziet, het beeld is best wel schokkerig. Dat is ook bij mij. Even kijken. Ga ik weer proberen het paard hier in te zetten. Het is eigenlijk te klein dit. Eigenlijk iets te klein. Zo. Haal deze los. Want het paard wil eigenlijk elke dag 30 seconden, of 30 seconden, minstens 30 seconden breder worden. En dan, oh, geef hem dat touw terug. Waar is dat touw gebleven? Opgegeten door het paard. Nou, ik weet het niet. Ah, dat is vervelend, man. Misschien is dat nou echt de hele andere kant op gesprongen. Want die touwen zijn best wel gek. Je weet al, net als met spullen die uit een item frame komen, die zijn ook best wel gek. Ja, die bukken altijd overal heen. Ja, dit is vervelend. Even kijken, nou moet ik dat paard maar even het hekje in terugduwen. Dan hoop ik dat we hier iets voor kunnen vinden. Kom op, paard. Chill. Oké, nou, op naar het volgende dan, wat we hebben. Auw. En want zoals je ziet is het nu nacht en dat is best vervelend. Je hebt nog een touw vast. Voor mij. Oh, nou voor mij niet. Oké, Maar ja, bizar. misschien geeft hij hem zo meteen wel. Ziet er wel grappig uit, zo'n streep die overal doorheen gaat, door muren, Gaat hij door de helemaal naar de grond. andere kant? Ja, als hij het Ja, paard gaat maar niet hij. doodmaakt. Ja. Maar als je dus dat wol gaat weven, zoals je net gezien hebt, dan kunnen wij. Even kijken. Ik heb dit eigenlijk niet geprobeerd. Oh, het werkt ook niet. Zul je net zien. Terraformcraft, alles is anders. Dit dan maar. Sycamore. Sycamore planken. Werkt dit? Yeah. Eentje voor Sonja. Want het is ook net nacht, dus we kunnen ook direct slapen als we willen. Ja. Lekker naast elkaar. Oh. Ging jij nou verkeerd op mijn bed liggen? Of zag ik dat Ik verkeerd? weet het niet. Ik kan niet echt F5'en. Maar het is wel dag. Chill. Ah, oh man, dit gaat echt zoveel schelen. Ja, het is echt ideaal. Het ziet er alleen nog niet heel erg Terraformer-Craft-achtig uit, zo'n bed. Maar het is wel echt heel nice om de nacht weg te halen. En, mijn, hoe heet het? Oh, ik had eigenlijk verwacht dat er meer van mijn honger af zou gaan. Maar misschien was het al bijna ochtend. Maar ja, we hebben bedden. Oh yeah. Dat is echt vet relaxed. Even kijken. Lekker slapen, kunnen we niet. Ga jij weven? Heb jij een nieuwe wilgen geplant? Ik had die gekregen, denk ik, die plant ik maar weer. Nee, ja, oké. Maar ik was juist heel blij dat die wilgen hier weg konden. Ja, oké, prima. Dus ik ga dat even ergens anders gooien. Ik ga die wilgen ga ik hier neerzetten. Want ik heb hier ook al een white cedar. Die heb ik uit een andere biome gehaald. En die zijn, dat is van dat witte hout. Ik weet niet of je dat al gezien hebt. Dat is best wel cool. Nee, denk het niet. Wit hout ken ik nog niet, maar daar ben ik wel straks wel voor open. Ook wel van wit.
Ja, ik dacht wel. Dit is al goed, Sarania hout. Kijk, laat ik die loom ook hier neerzetten. En dan leg ik deze wel hier neer. Ik vraag me af of ik dit handig kan doen. Dat ik zeg maar dit misschien zo doe. En dan als ik er twee tegelijk heb. Als ik twee looms, of ik twee looms tegelijk kan bedienen. Even kijken. Volgens mij wel. Volgens mij gaat dit sneller dan dat ik er eentje doe. Dan doe ik zo om en om weven. Want je moet zeg maar die animatie afwachten. Heb je wel eens gezien zo'n loom? Ja, klopt. Met die gaat zo heen en weer. Ja, gaat weer naar Was voren en dan erbij. aardbei. Ook wel Waarbij, moet ik anders aardbeien. zeggen? Nee. Oh, dat zou ik wel willen. Dat lust ik ook wel, ja. Ja, een beetje aardbeien. Super chill. Oh, dit gaat best wel prima snel. Best wel prima snel. We hebben alleen niet genoeg wol om die laatste te maken. Oh, dan ga ik dit ook niet vlechten. Dan wacht ik al tot we nieuwe wol hebben. Ik weet niet waar. Oh ja, we kunnen wol nog maar gebruiken om schilderijen te maken. En verder niet zoveel eigenlijk. 7000. Schilderij, nou, dat kan ons huisje op een gegeven moment opleuken. Dat is ook niet verkeerd. Is op zich wel grappig, maar wow. Ja. Jawel, denk het. En wat kunnen we nog meer doen? Laat ik eens even meer bij het leer gaan kijken. Dat zal wel verder gegaan zijn. En ondertussen, ik hou die fruitbomen best wel goed in de gaten. Want dan kunnen we hier straks echt heel veel sinaasappels van krijgen. Vooral als we ook al dat sugarcane. Zijn we al door al die sinaasappels vorig jaar heen? Ja, ik heb de laatste. Die ben ik nu aan het opeten. En hij is op. Ja, we zijn dus een sinaasappels heen. Ziek, hè? Misschien heb ik er nog wel ergens eentje verstopt. Oh. Dat soort dingen doe ik wel. Ja, ik ken jou. Kijk, hebben we hier vinegar tussen zitten? Hallo? Klop, klop. Nee. Dit is rye whiskey en dit is cider. Oh, hier is nog een stuk sinaasappel, maar dit is helemaal gedecayed. Ah, vervelend. Zit hier? Nee, 7% decay. Ah, waarom is dit nou niet? Soms dan komen die barrels gewoon niet af. Dat vind ik echt heel vervelend. Kan ik gewoon niet zo goed tegen, want. Doe je niet af. Nou, dan stop ik er gewoon spullen in, maar dan komt er een beetje decay op en dan komen ze niet Oh, dan af, pekelt hij zeg niet maar. verder. Ja. Omdat hij gewoon daarna zegt: nee, nu is het niet meer genoeg. En zo, ja, hallo. Toen ik het erin heb, was het prima. Maar ja, dan moet je kennelijk daar rekening mee houden of zo. Ik weet niet zo goed hoe je dat Dat zou is wel een moeten beetje doen. leem. Ja, oh no. Dat is stom. Nou goed, laten we even deze huiden schrapen. Heb je weer dieren zitten vermoorden? Ik heb, ja, klopt, onderweg. Ik weet wat ik kan laten zien. Hoeps. Ah. Nu niet meer. Nou ja, het is wel iets wat ik kan laten zien, maar het is niet wat ik wilde gaan laten zien. Dus nou moet ik eventjes hier. Heb ik nog hickory? Dan moet ik het even andersom gaan doen. Weet je wat? Laten we Douglas fir nemen als schraaptafel. Mooi woord. Schraaptafel. Schat, heb je mijn schraaptafel gezien? Travel. Ja. Oké, hak dit weg. Hé, als ik hier sla, dan krijg ik particles van lava en water. Je hebt er nog steeds een touw vast. Dat is echt hilarisch. Ja, voor jou. Ik, Hey, nu was die, en nu is die weg. Oh, kun je dan Nou. even bij het paard gaan kijken of Zie je daar het een nog touw ook? ligt? En of die nog leeft? Ik loop wel via het touw terug. Of eigenlijk via de weg die de touw net deed. Ik zie Chill. twee paarden, dus dat is goed. En het touw ligt hier. Oh, nice. Oh, nice. Oh, hier zijn ook twee weefgetouwen. Ik wist alleen maar dat we daar beneden eentje hadden. Kijk, ik moet deze spullen gaan opruimen, dus ik neem ze wel even mee. Ja, dit gaat verder wel goed. Wat we kunnen doen, ik weet het alweer. Oeps. Oh, we kunnen dat wel hier doen. Ja, dat is perfect. Oh, ik wou dat ik. Ja, dat heb ik nog wel. Oké, wacht even. Oké, ik zal het je uitleggen wat we gaan doen. We gaan namelijk wat spullen drogen. Volgens mij helpt dat. Ik weet het eigenlijk wel zeker. Oké. Heb je trouwens gezien, Sarana? Dit is het nieuwe barrel.
waar ik nu op sta, achter je. Ik ben, spiek oké. even, hier, rup, hier Yes. zo. Dat is waar het eten in zit. Oké, nice. Dus wat ik nodig heb is wat brined, ongekookt vlees. Oké, deze is wel goed volgens mij. Seal. Oh, oké, hoef niet te sealen. De muur is hoger, was het al opgevallen? Ja, je bent goed bezig. Ga jij nu het project in het maken van de smeltery in... Nou, ja, misschien. Van mij alleen mag je. Het ontwerp was een beetje... Ik vind het heel nice. Ik denk dat mensen het wel heel nice gaan vinden. Dus laten we gewoon het gaan bouwen. Oké, ik ga al. Ik vermaak me altijd als ik mag bouwen, dus. Je bent inderdaad altijd... Laten we anders vanaf nu ons leer. Ik weet niet of... Heb je een, zeg maar... Een plan voor het leer? Nee. Nu? Nee, want dan ik denk dat we anders best wel gewoon. Goed maken. Dus... Ja, ik denk dat we het gewoon item frames moeten gaan maken. Want dan kunnen we onze kisten gewoon. Allemaal net wat beter organiseren. Want je zit nu. Ik zit toch vaak nog wel veel te zoeken. Ja, dat lijkt me goed. Alleen. Daar moeten we dan wel een plek voor hebben. Want dat is in de smeltery mogen eigenlijk alleen maar smeltery dingen zitten, vind ik. Oh, maar dat wordt echt best wel een grote fabriekshal. Dus misschien kunnen we er een tussenruimte in maken. Oké. Okay. Nou, dat is goed. Ik ben benieuwd. Dan zal ik laten zien wat ik aan het doen ben. Ik weet niet of je het wil zien, maar jij bent lekker aan het bouwen. Dus ik zal je niet veel storen. Dit is wel een goede plek om vlees te drogen, denk ik. En hoe je dat doet... Even kijken, ik heb hier wat string en dan klik ik... Ik vraag me af of het hier ook op werkt. Nee, hier werkt het niet. Maar hier waarschijnlijk wel. Hey, eerder werkte dit bij mij. Alleen niet hier. Misschien is het de afstand. Kijk, als ik twee van deze neerzet en dat doe ik zo. Oh, misschien moet ik woolstring hebben. Dat zal het wel zijn. Ik had het namelijk net eventjes getest voordat we gingen opnemen. Ik denk van, oh, anders dan gaat het in de aflevering fout en dan zie ik er stom uit, zoals nu. En dat is echt een goed verhaal. Ja, I know. Dit hebben we nodig, dankjewel. Zet die loom maar lekker terug. Prima. Ja, nu gaat het wel. Nu gaat het lukken. Nu gaat het lukken, denk ik. En wat we gaan doen is we gaan vlees drogen. En kun je drogen en je kan het roken. En voor iedereen die dit zelf ook speelt, let op. Want dit staat dus niet op de wiki. Dit is super pro spullen die nog niet veel mensen weten. En dat ga je ook nog niet op veel plekken zien. En jullie hebben het hier gezien. Oké, dus wat je doet, ja, je pakt gewoon wool yarn en je klikt op een solid block, kan zo of kan zo. En dan maak je een soort van witte lijn. Ja, dus gewoon een soort dikke draad eigenlijk. En dan pak je brined vlees. Dus vlees dat je in zout-azijnwater hebt gelegd. Dat moet je voor gebruiken. En het mag nog niet gekookt zijn. Oké, dat is belangrijk. Het mag niet gekookt zijn en het moet gebrined zijn. Zeg ik dat goed? Ik eigenlijk niet. Oké, en dan klik je hier rechts op, pam, en dan hang je hem op. En ik weet niet hoe lang het duurt, waarschijnlijk 2 of 3 dagen, gok ik. Al Terraformcraft duurt alles ongeveer 2 of 3 dagen. Weet je wat, laat ik nog, ik weet je, ik experimenteer eventjes hiermee. Hier hebben we nog een medium, ik kan het niet lezen. Pickled carrot, pickled brine, pickled venison. Ja, laten we dit ook gewoon meenemen. Zo. En dit wegleggen. Cool. Het ziet er wel cool uit. Als je wil, dan moet je maar straks even komen kijken. Dat is wel vet. Bij het roken. Ben je aan het roken? Bij dat roken, zeg ik. Wat zijn dit voor markers? Gold. Is hier gold? Zes? Heb ik dat ge... Markt, heb jij het gemaakt? Hier, we wonen daar is gold, ja. Wat vet. Ik wilde dat laten gaan... Nou, misschien gaan minen, maar het zit dus best wel diep. Dus het is heel moeilijk te triangulaten. Ik snap het, ja. Maar dan moet je ondergronds dat gaan doen. Dat is best wel lastig. Ja, dat is op zich... Ja, het is eigenlijk een kwestie van goed naar beneden graven. En dan alle kanten een beetje op. Je hebt vooral veel hout nodig. Hey, dat is hilarisch. Dat is wel goed, hè? Oké, ik heb hier nog andere stukjes vlees. Twee zijn gekookt en eentje is alleen gebrined. Dus deze moet sowieso wel werken. En deze zijn gekookt. Ja, die kunnen er niet op. Nee, die Gaga hadden vleesjurk, maar wij hebben vleesgordijnen. Vleesgordijnen.
Dat is echt een goede titel. Dat... oh, bah. Anyway, ik denk dat dat het is voor deze aflevering. We hebben weer echt een hoop dingen gefixt. Dit hangt wel een beetje los, maar dat komt omdat die support beams zo zijn. Kijk, als je het normaal ziet, het er zo uit. Tik, tik, pam. En dan klopt het, zie je? Maar we hebben... Ik denk dat dat in deze hut wel vet is. Dat we dan gewoon hier zo boven kunnen we hier zo dingen ophangen. Kun je dan ook dit door elkaar heen doen? Nee, dat kan niet. Dat is ook wel logisch eigenlijk. En misschien kunnen we hier nog wel spullen ophangen. Ik weet het niet. Waarom? Oh, ik heb niet genoeg wol om nog meer te maken. Prima. Dat is het voor deze aflevering. Jij gaat lekker bouwen, hè? Ja, ik zie je wel. Zeker. Awesome. Zeker bouwen. En dan zien we de volgende aflevering wel hoe dat gegaan is. Ik hoop dat je een leuke aflevering vond. Als je het een leuke aflevering vond, laat alsjeblieft een like achter. En als je nog niet gesubscribed bent, subscribe dan. Ik stel het zeer op prijs. We hebben trouwens 50 subscribers gehad. Heb je het gezien? Super nice. Ja, 50. Dat yes. Is op naar de 100. Heel blij mee. Maar tegen deze tijd hebben jullie al de speciale 50 subs aflevering gezien. Allemaal natuurlijk. Alle 50. Cool. Laat een like achter en hoop je al te zien in de volgende aflevering. Tot ziens! Tot ziens!